Hallo mensen en welkom weer bij een nieuwe Age of Empires video van mij. Vandaag speel ik een 1 versus 1 gameplay op ISO. En de tegenstander, Jesse Millard heet hij, gebruikte een fast fortage. Dat betekent dus dat je van Age 2 snel naar Age 3 gaat. Vaak is het zo dat je dan bijna geen leger kan maken, want het moet gewoon heel snel. Dus heb je bijna geen leger op dat moment. Dus daar zit een risico aan dat je dan net juist op dat moment wordt aangevallen. Nou, en dat wil je dus meestal niet hebben, dus moet je dat toch goed doen. Wat het dus in dit geval is, is dat ik ga aanvallen terwijl hij net bij Age 3 is. Want ik denk al meestal van, als iemand dat gebruikt, de fast fortage, dan moet ik er gewoon snel gaan aanvallen. Want meestal is dat het teken dat hij dan nog geen leger heeft. Dus dat deed ik ook, en het bleek dat hij dus ook bijna geen leger had. Dus eigenlijk was het perfect getimed. Hij had wel wat leger, want had hij hem gewoon nog snel gemaakt. Maar dat was niet genoeg. En daardoor heb ik kunnen winnen. Wat je nou ook later ziet in de gameplay is dat Jesse Millard, de tegenstander dus, een veel hogere economie heeft als mij. Zoals je nou ook al kan zien staat hij op 18 en ik op 16. Nou, aan het begin zegt dat niet zo heel veel. Meestal kun je aanzien of hij snel settlers maakt of huisjes. Maar later in de game is het wel wat belangrijker. Want in dit geval zie je dat hij een veel hogere economie heeft. Ik dacht iets van 30 punten dat hij nog voor stond, of 20. En dat is ook wel een duidelijk teken van een fast fortage. Je gaat dan niet, je doet er zeker geen rush. Dus je valt zeker niet snel aan, maar je bouwt je economie op. En zorgt dat je bij Age 3 bent en dat je dan gaat aanvallen. Want bij Age 3 kun je gewoon meer verbeteringen kopen en je hebt gewoon veel meer mogelijkheden. Dus het is vaak gewoon een gok, of dat je vast woordjes doet. Ik doe dat eigenlijk niet, want het kan misschien naar mij liggen, maar bij mij vallen ze gewoon nogal snel aan dan. En ik wil liever dat risico niet lopen, dus maak er gewoon een rush van. Zoals dit. Kijk, een rush tegen een vast woordje, dan met meestal de rush. Want zoals ik net ook al zei, in een vast woordje heb je meestal nog niet zo'n groot leger. Je bent wel op je neus als je nog gewoon lang wacht. Dus als je niet rust, als je zelf ook gewoon, als je zelf dus geen vast woordje doet, je gewoon langzaam van Age 2 naar 3 gaat, dan ben je meestal op je neus, want de tegenstander is dan veel sneller en jij dus nog niet. Dus en waarschijnlijk heeft de tegenstander ook al wat verbeteringen gekocht voor zijn leger en meestal verlies je dan. Dus dat wilde ik voorkomen. Dus zodra ik zag dat hij van Age 2 naar Age 3 ging, heb ik begonnen met aanvallen. Wat ik in deze gameplay ook ga doen is, zoals je dadelijk kan zien als ik bij H2 ben, een barak bouwen. Precies in het midden van de map. Ongeveer in het midden van de map. Daardoor ga ik nu ook al flink met mijn explorer het midden van de map verkennen. Dat doe ik vooral om gewoon wat om gewoon wat line of sight te hebben. Daar bedoel ik mee dat mijn gedeelte waar ik me in bevind, dat lichte gedeelte, dat het gewoon groter is. Want de meeste mensen vallen gewoon vanuit het midden aan. Dus als ik daar mijn brak neerzet, right. Dan kom ik dus meteen tegen. Dus daarom zet ik hem dus in het midden. Vandaar. In dit geval is dat dus niet zo, want hij valt mij dus niet aan. Ik val hem aan. Maar in andere gevallen is dat gewoon wel handig. Wat je dan ook kan doen is twee braks in het midden neerzetten, maar dan niet naast elkaar, maar dan een beetje dat er gewoon toch wel flink wat ruimte tussen zit. Dan heb je dus nog een groter gebied wat belicht is. Wat je ook daarmee kan doen, je kan ook gewoon veel huisjes aan de zijkant van je rijk neerzetten. En dat belicht ook een groot gedeelte. Dus heb je ook gewoon een grote line of sight en ben je eerder gewaarschuwd als de tegenstander je aanvalt. Nou, ik heb nou, als je nou al ziet, heb ik in het midden toch wel flink ontdekt, zeg maar. Gediscoverd. En waar ik daar van brak neer ga zetten is ongeveer tussen de middelste Indianen trainingpost, zeg maar, en de schat die ernaast zit. Dus dat is net niet in het midden, maar wel bijna. En zoals je nou ook al ziet, hij is redelijk snel. Hij is nou al bij H2. Ik ben nu bijna bij H2,
Kijk, als hij nou een Rusje was geweest, was hij nou al bezig met een had hij nou waarschijnlijk zijn brak gebouwd, of is hij nog mee bezig? En was hij meteen begonnen met een leger te maken. Dat betekent dat hij gewoon vanaf het begin af aan al een voorsprong heeft. En dat ik dat dus niet heb. Dus daarom was ik ook wel blij dat hij een fast fortis doet. Zodat hij dus nou nog geen leger aan het maken is. Nou, als het goed is, heeft hij daar nog geen leger. En hij gaat het ook nog niet maken, want dat doet hij pas als hij bij Age 3 is. Of ja, of wel iets eerder, maar dan maakt hij er niet zoveel. Hij is ook, ik dacht dat het Turkije was, Ottomans. Dus die zijn, dat leger is in 1235. Dus dat is redelijk groot. Of ja, redelijk ja, veel. Dus die dood je niet in één keer, zeg maar. Dat duurt dan gewoon iets langer. Ik val gewoon aan met musketiers. Nou, zoals je nou trouwens ook kan zien, is dat ik hier gewoon mijn barak bouw. Zoals ik zei, ja, iets voor de Indianenpost, dus niet in het midden. Dus ja, toch wel in het midden, zoals ik nou kan zien. Zodra die gebouwd is, begin ik gewoon meteen met het leger te maken. En ja, mijn bedoeling was, want hier weet ik dus nog niet dat hij een vast fortis doet. Dus mijn bedoeling was een groot leger maken en dan proberen aan te vallen. En als het dan niet lukt, dan ga ik natuurlijk terug. Maar ja, mijn bedoeling was gewoon een groot leger en dan aanvallen. Maar ik zag dat hij naar Age 3 ging. En ja, toen dacht ik van, ja, als het vast fortis, dus ik ga nu aanvallen. Want dat is meestal een teken dat je nog geen groot leger hebt. Nou, zoals je nou ook al kan zien aan onze economie. Even kijken, nou, hij staat op 9, nou, nu op 61 en ik op 45. Dus het is toch wel een duidelijk teken dat hij dat gebruikt. Hoeft dus niet per se te zijn, maar is een teken dat hij het kan gebruiken. Nou, ik begin dus nu al meteen met het leger te maken, want mijn brak is gewoon af. Dus de eerste 5 musketiers komen er dadelijk aan. Ondertussen heb ik al 2 in de wachtrij staan, zeg maar. Dus als die klaar zijn, die eerste 5 musketiers, begint het meteen met de 2. Ik ben nou hier trouwens ook een schat aan het veroveren. En dan krijg ik zo'n zo'n Franse settler, zeg maar. Coureur de Bois, zoiets. Ja, ik kan geen goed Frans, dus het zal wel zoiets zijn. In ieder geval, die kunnen goed vechten, zeg maar, in een gevecht. En ze zijn ook erg goed met de resources verzamelen, zeg maar. Dus die zijn niet slecht. Ze zijn alleen wel wat duurder om te maken als je dan Frankrijk bent. Maar ja, dat ben ik niet, dus geen probleem. Nou, ik ben altijd dus een huisje aan het maken, want mijn pop is vol. Ja, daar heb ik dus nou... Hier kijk ik hem. Coureur de Bois. Boys. En die gaat meteen op vlees. Mijn huisje is af, dus ik ga meer een grote leger maken. En het duurt dus niet zo lang meer voordat ik ga aanvallen. Het hoeft dus ook niet... Wat ik nou dus ook doe met het leger is dat ik niet met een heel groot leger aanval. Ik, zodra ik zie dat hij de fast fortis gebruikt, ga ik dus niet nog wachten. Want in die tijd heeft hij alweer een grote leger gemaakt die nog beter is, waarschijnlijk. Omdat hij verbeteringen koopt, dus waarschijnlijk voor zijn leger. Dus wat ik doe, ik ga gewoon meteen aanvallen als hij bij Age 3 is. Dat duurt nog eventjes. Ik krijg nou weer 5 musketeers erbij. Ik heb nou een aardig legertje. Ik ga daar, want wat ik eigenlijk eens deed, ik wilde eigenlijk gewoon gaan kijken of hij al een groot leger had. En toen zag ik dat hij er nog niet had en dat hij dus een vast fortis gebruikte. Dus ja, toen ging ik gewoon meteen aanvallen. Hier kijk, zoals ik dus nou doe. Ik ga gewoon even kijken of het hij een groot leger heeft. En als ik dat zie, dan ga ik gewoon meteen weer terug. Maar als ik zie dat hij nou een klein leger heeft, dan val ik er meteen aan. Ondertussen dat ik ga lopen, zie ik dus ook dat hij nou de vast fortis gebruikt. Zodat hij al, ja, dat hij nou al bij Age 3 is. En kijk hoe klein leger het eigenlijk is. Maar hij heeft dus zelf nog helemaal geen leger. Ik zie dus daar al een settler staan. Dus ik denk, die ga ik meteen gewoon even vermoorden. Zodat hij minder resources kan oprapen. Nou, hij heeft dus al zijn settlers teruggedaan in zijn town center. Dus die ga ik dus gewoon als eerste slopen, zoals je nou kan zien. Nou, met alleen dit leger zou ik het dus niet redden. Dus daarom... Doe ik het leger wat er nou al stond, doe ik erbij. En ondertussen maak ik het leger bij en dat zet ik daar ook neer. Een town center doet wel even voordat hij kapot gaat. En zoals je kan zien dadelijk, als het goed is heeft hij ergens onder in de map al een barak gebouwd.
Omdat hij dus ziet dat ik dus aan het aanvallen ben. Daar komt hij trouwens daar ook mee aan met zijn klein leger. Maar ja, dat zijn allemaal vijf. Ja, hij heeft er dus maar vijf die eraan komen, zoals je nou kan zien. En ja, dat wint hij niet. Want ja, kijk, ze zijn wel sterk, ze zijn 235. Maar mijn musketiers zijn in dit geval in de meerderheid. Dus win ik gewoon. Ja, deze game is gewoon puur op snelheid. Ik ben gewoon ja, sneller geweest en omdat hij gewoon de fast watches gebruikt, is het hem niet gelukt om te kunnen winnen. Dat is ook de reden waarom ik dat niet zoveel gebruik. Nou, wat hij nou doet, hij verzendt nou vijf van zijn leger naar mij toe. En doet hij daar ook nog een keer. Maar ja, het helpt in ieder geval niet, want ik ben gewoon in de dikke meerderheid. Als ik nou gewoon gewacht had, was het waarschijnlijk veel moeilijker geweest. Want dan had hij gewoon een leger gehad wat al met veel verbeteringen beter was geworden. Want ja, de verbeteringen voor je leger kun je pas kopen als je bij H3 bent. En dat is ook vaak de reden waarom mensen naar H3 gaan alvast. Nou, kijk, zijn townsend is kapot. Daar komen er nog wat, er komt nog wat van zijn leger aan. Nou, het schiet er echt al wat bijna over. De settlers zijn allemaal dood, dus dat betekent toch echt wel van ik ga gewoon winnen, want ja, de helft van zijn settlers zijn gewoon dood. Ik ga hem, dat kleine leertje nog even aanvallen. Maar ja, hij snapt natuurlijk zelf ook wel dat het geen nummer heeft, dus geeft hij zich over. En heb ik gewonnen. Ik ben bijna heel beter geweest. Kijk, we zijn aan het begin, zijn we bijna even goed geweest. Alleen aan het einde, zoals ik kan zien, ben ik gewoon beter geweest. Nou, dat was dan deze gameplay voor vandaag. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Later.